komen echt met elkaar de club hoor. Die dropping hebben ze echt laag over elkaar. En eruit zal vliegen. Het nadeel van zo'n twist is dat de chute wat samenknijpt en dat je soms wat sneller naar beneden komt. Nou, dat is, daar kan je dus helemaal niks aan te doen. Het moment dat de lijnen weer. Heerlijk in de afbrand. Om de mensen enthousiast te maken voor dat nieuwe harde gedoe daar hoog in de lucht. En dan mocht je voor $1 mocht je mee. Daar kocht dan de vlieger, de barnstormer, zo heet dat, de bestormers van de schuren. Die kocht daar dan weer brandstof. Zo kon je een keer lekker hier overheen vliegen. Dat de vijf aan de grond stonden, dat het enige wat het nog wilde, was direct naar de baan. Vuur. We hebben het weer overal. Woordjes, dat vinden we alleen maar mooi. Mooier dan alleen maar blauw lucht. En hoe moeilijk is het om precies hier op dit ding terecht te komen? Maar dat was in de tijd dat de muur werd gebouwd. Voor de fotograaf is dit wel een heel mooi plaatje. Dubbeldekker altijd op, nooit eerder gezien. Prachtig. Ik vind het mooi. Maar goed, en toen ontsnapte er vliegers mee naar het westen. En namen familie en vrienden die er ook verder in de buurt van het vliegtuig zaten mee. Om zo over de muur te kunnen springen. Heel netjes strak uit die rol komen in de wedstrijden van de luchtvaartpolitiek over de zaak. Dat je niet zomaar een beetje aanrommelt, maar dat je die bewegingen maakt dat je heel lastig staat. Snel eigenlijk. Nou, zo'n vliegtuig die noem je toch niet een Spitfire? Dan noem je hem 351. Heading out of the skies. Zal ik hem best wel bij geven hoor. Ja, ik vind dat een stukje vliegwerk hoor. Kijk hoe close joh. Voor die heftige winters in Rusland is het zo ingericht dat je er luxe flexjes voor kunt draaien om het warm te houden. En formatievliegen is heel geschikt voor, want hij is ook geschikt voor kunstvliegen. En hij is dus heel mooi en precies te sturen. Ik ga het afzet tegen het centje. Dan gaat die vleugel klappen. Even kijken. Zeg eens zo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. En wat een verlichting hè? Dat is maar kerstmis. Kijk eens zo. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Omheen draaien. Ze gaat er omheen draaien. Mooi hè? Prachtig. Schitterend. Oh. Doe er ook omheen. Wil je misselijk worden? Kom maar. Een broodje hamburger.